In het magazine leggen we uit hoe je een account kunt aanmaken bij Flickr. Flickr is een onderdeel van Yahoo, dus eigenlijk maak je een account aan bij de Yahoo-website. Dat is eigenlijk heel eenvoudig, dat gaan we nu niet opnieuw herhalen. Ik heb uiteraard al een account aangemaakt en daarom klik ik gewoon op Sign In. Even naar hier, je ziet Yahoo-ID. Als je je aanmeldt, krijg je eigenlijk een volledige e-mailadres, maar je hoeft enkel het deel voor het A-teken in te vullen. En dan is het gewoon een kwestie van in te loggen. En dan kom je op je persoonlijke homepage. Je ziet, deze pagina ziet er aan zich niet uit als een fotowebsite. Het is echt een social network site. Dat is ook de bedoeling van Flickr, is dat je contacten legt met andere mensen, met je vrienden bijvoorbeeld, en foto's deelt en elkanders werk een beetje bewondert. Het eerste wat ik ga tonen is hoe je foto's uploadt. Dat is heel eenvoudig. Je gaat gewoon hier naar upload, foto's en video. Zoals je merkt is de site volledig in het Engels. Er is geen Nederlandse vertaling, maar het is geen ingewikkeld Engels, dus over het algemeen moet dat toch wel lukken. Je komt dan hier op dit scherm terecht en eigenlijk wijst dat zichzelf vrij snel uit. Je werkt met een stappenplan. Stap 1 is uiteraard de foto's en video's kiezen die je eventueel wilt uploaden. En dan ga ik hier even naar mijn bureaublad waar een paar foto's klaarstaan om geüpload te worden. En je kunt dan meteen meerdere foto's aanklikken, wat natuurlijk wel heel handig is. Ziezo, je krijgt dan nog even een overzicht van welke bestanden je wilt uploaden, ook hoe groot ze zijn. Eventueel kun je hier nog beeld verwijderen als je te veel geselecteerd hebt. Je kunt er ook nog toevoegen door op Add More te klikken. Belangrijk hier is die Set Privacy Settings. Standaard staat hij op public en dat betekent dat dus iedereen de beelden kan zien die je uploadt. Flickr heeft een vrij goede zoekfunctie, dus je moet daar toch wel rekening mee houden. Wil je enkel dat het beperkt wordt tot jezelf, met eventueel de optie dat vrienden, dus mensen waarmee je bevriend bent op Flickr, dus ze kunnen zien en eventueel familie, ook een categorie die je kunt aanduiden, dan kun je nog daar die extra opties aanduiden. Alles in orde? Dan klik je gewoon op upload, foto's en video's. En naargelang de snelheid van uw internetverbinding wordt het heel de boel geüpload. Ziezo, het uploaden is voorbij en je krijgt dan ook een boodschap van gedaan. Wil je naar de volgende stap gaan? En dat is een beschrijving toevoegen. Je komt dan in dit scherm terecht. Hier kun je verschillende zaken doen. Belangrijk is hier van boven die batch operations. Dat is zowel die add tags als add to a set. Wat wil dat zeggen? Wat je hier doet, wordt een tag toevoegen, een etiket als het ware, voeg je meteen aan alle foto's toe. Bijvoorbeeld, dit zijn allemaal beelden van een gsm dat ik onlangs testte, een HTC. Dus dan doe ik gewoon add tag HTC en je merkt op, HTC verschijnt hier bij elke foto. Je kunt natuurlijk bij elke foto nog bijkomende tags toevoegen, zoals bijvoorbeeld video of hand en zo verder. Op dezelfde manier kun je ook alle beelden toevoegen aan een set. Een set kun je vergelijken met een fotoalbum. Ik heb hier al een aantal staan, maar je kunt uiteraard ook een nieuwe set creëren. En dan komen er een aantal nieuwe velden zichtbaar en die kun je dan gewoon. Bijvoorbeeld hier Incredible. Dat is Incredible. En dan kun je nog. Bijvoorbeeld, dan creëren we een set. En automatisch zijn alle beelden daaraan toegevoegd. Hier hebben we ook de mogelijkheid om bij elke foto een andere titel toe te voegen. Of je kunt ook altijd een individuele beschrijving geven. En ook nog, zoals ik zei, een aantal tags toevoegen. Heb je dat allemaal gedaan? Dan kun je hier gewoon op save klikken. Denk je achteraf, oh, ik ben iets vergeten? Geen probleem. We gaan je zo dadelijk tonen hoe je nog aan foto's tags kunt toevoegen of beschrijvingen of foto's verwijderen. Dit scherm is Your Photo Stream. En eigenlijk is dat gewoon een lange lijst van alle foto's die je al geüpload hebt. Alles door elkaar. Dat er een mogelijkheid was om foto's die geüpload zijn nog aan te passen. Meer bepaalde tags in de sets. Daarvoor klik je op Organize and Create.
en dan kom je in een totaal ander scherm terecht. Hier vanonder zie je opnieuw chronologisch alle foto's die je geüpload hebt. Door op de pijlpunten te drukken kun je erdoor scrollen. Nu, hoe werkt dit? Even teruggaan naar het begin. Je versleept gewoon de foto's die je wilt bewerken naar boven. Ziezo. En dan kun je hier van boven bij Batch Organize een aantal zaken aanpassen. Bijvoorbeeld als we al deze foto's naar een nieuwe set willen toevoegen, dan kan dat perfect. Dan kunnen we dit toevoegen naar bijvoorbeeld hier een album kliks. Duurt even. En dan druk je best op continue. Misschien willen we al die foto's toch ook op een laten roteren. Wat een beetje bizar is. Maar je zou dan bijvoorbeeld alle foto's in één keer een kwart draai kunnen geven. En zo kun je nog wat meer dingen doen. Dus bijvoorbeeld licentietype aanpassen of bijvoorbeeld publieke foto's privaat plaatsen. Je kunt ook data aanpassen. En dan gezichten van personen toevoegen. In dit geval niet zo relevant, maar bijvoorbeeld dit toe. Dan zou ik dat wel kunnen doen. Add people. Eigenlijk voeg je dan een naam of een e-mailadres toe. Dan krijgt die persoon daar bericht van. En als hij of zij toestemming geeft, dan worden zij getagd in die foto. Hier bij set van boven zie je opnieuw alle albums of alle sets die je hebt. En dan kun je er nog eventueel in afdalen. En dan klik je op het Flickr logo hier rechtsboven om terug te keren naar de homepage. Dat is ongeveer de essentie van Flickr. Het kan natuurlijk veel meer. Je kunt deel uitmaken van een groep. Er zijn bijvoorbeeld groepen georganiseerd rond thema's, portretfotografie bijvoorbeeld, of rond camera's. En je kunt hier ook zoeken doorheen alle foto's die geüpload zijn. Bijvoorbeeld de laatste of de interessante foto van de voorbije 7 dagen. Het getuigt ook wel van de kwaliteit van de mensen die lid zijn van Flickr, dat de foto's die je daar te zien krijgt meestal van een heel hoge kwaliteit zijn. Echt wel de moeite waard om te bekijken. Ik zou zeggen, experimenteer er een beetje mee. Bekijk de workshop nogmaals en nog veel plezier.